Hey, u bent de man van de molen, dus u moet hem erop zetten zoals u hem er graag op wil hebben. Gaan we doen. En als je die kant iets meer smeert, dan zet hem er even. Dan kun je hem mooi smeren. Ja, zo. Start perfect. Kijk daar. Staat hier recht? Prachtig. Er is vandaag iets onthuld. Kan u daar iets meer over zeggen? Ja, we hebben dus vandaag de molen, de hoop, die staat aan de Nieuwstraat. Dus een gedeelte van de Nieuwstraat is helemaal klaar. De molen staat er nu ook op een zeer markant punt in Almelo, vind ik. Ja, onze architect Jan Westendorp die heeft hem dus samen met mij opgemeten. En hij heeft hem gesneden en we hebben hem in elkaar geplakt. En de molen, dat zal de voorzitter u beter kunnen vertellen dan ik. We hebben nog maar 1 van de 13. Dus we zijn trots op onze molen hier in Almelo. Dus, en daarom staat het hier ook op. Gesneden van lindenhout. Ja, want alles wat jullie hier als maquette ontwerpen hebben staan, die zijn allemaal op maat gemaakt en op een bepaalde schaal. Kan u daar iets over zeggen? Ja, we maken alles op schaal 1 op 500. Want zo hebben we dus de maquette ook gekregen. Want wij zijn alleen maar de onderhouders momenteel. En de vernieuwers, want dat wat vernieuwd moet worden, dat moet vernieuwd worden. Maar het is schaal 1 op 500. En, vanmiddag is hier markant bijgezet op de grote maquette in het Huis van Katoen en Nu. Dat moet wel een eer voor jullie zijn. Ja, zeker. Hij staat er mooi op. Hij kijkt naar de stad, dus dat moet goed gaan zo. Hoe lang staat die molen daar al? Die molen staat er 150 jaar. En het oudste deel van de molen bestaat 250 jaar, vorig jaar. Dus dat is een deel van de molen wat is geplaatst en hergebruikt voor deze molen. En het is de enigste molen in Almelo. Ja, want er wordt nog steeds gemalen in die molen, hè? Ja, door vrijwilligers en molenaars wordt daar nog steeds gemalen.